In de transitie naar een duurzame samenleving wordt bijna iedere sector onderworpen aan een tal van innovaties. Zo ook de technieksector. En gelukkig maar, want de mens anno 2018 kan niet meer zonder. Wat dacht je van de techniek die verwerkt zit op die megajachten waar we met z'n allen zo graag naar kijken als we op vakantie zijn in de Franse kustplaats? Voor veel mensen een ver van hun bedshow, maar niet voor Peter Zandstra van Gooiland Elektro. Hij neemt jullie mee in de wonderenwereld van de techniek die toegepast wordt aan boord van de meest uiteenlopende schepen. Een belangrijke innovatie op dit moment aan boord van schepen is het toepassen van smart technologie. Daar bedoelen we zoiets mee als het lager leggen van intelligentie in systemen. Een voorbeeld daarvan is het toepassen van slimme sensoren. Nou, dat maakt het mogelijk om adequaat te reageren op veranderende situaties aan boord van schepen. Gekoppeld aan het toepassen van Internet of Things, een bekend begrip op dit moment, maakt het ons mogelijk om het toepassen van onderhoud makkelijker te maken aan boord. Onderhoud op afstand, waardoor we systemen kunnen monitoren, maar ook kunnen ingrijpen bij dysfunctioneren van systemen. HVACR staat voor Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration, samengevat luchtbehandeling, bijvoorbeeld aan boord van schepen of offshore. Belangrijke kenmerken van het toepassen van die systemen is het rekening houden met de eisen voor bedrijfszekerheid, het in de lucht blijven van dergelijke systemen. En het ondersteunen op dit moment van fuel efficiency. HVACR is een van de grootste energieslurpers aan boord van schepen. Het proces ziet er als volgt uit. We krijgen een aanvraag van de klant binnen. Een team van professionals die kijkt naar de specifieke eisen van de klant en zorgt voor een maatoplossing. De volgstap is dat de klant gaat akkoord met het voorstel. We krijgen een opdracht binnen en de projectleider zet de opdracht uit bij de projectengineering en bij de softwareengineering. En daar wordt een complete besturing geëngineerd en de software geëngineerd. En dat komt samen hier in de productie. In de productie worden besturingskasten gebouwd. Na de productie gaat de schaalkast op transport. Wordt daardoor een lokale installateur geïnstalleerd. En daarna komt een team van software engineers nog het product opleveren bij de klant. Dat houdt in testen, software optimaliseren en de regeling optimaliseren. En dan is de overdracht naar de klant toe. Achter mij staat een zeer specialistische machine die niet zomaar standaard vanuit een fabriek komt, maar die wij echt zelf ontwerpen. En daar hebben wij een specialist voor nodig die we dan in de arm nemen, die precies weet wat wij willen en dat pakket kan lezen om uiteindelijk gezamenlijk met ons tot dit eindproduct te komen. In deze branche, als je naar de toekomst kijkt, is een belangrijke ontwikkeling het maximaal ondersteunen van het zuinig omgaan met energie. HVACR is een belangrijke energieslurper aan boord en het ondersteunen van slim omgaan.